Op maandag 6 januari hield de gemeente Heilo in de Witte Kerk zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. In de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester refereerde hij naar de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Tevens blikte hij vooruit naar wat ons dit jaar in 2020 te wachten staat. Er is veel gebeurd, van een grote brand die de Nieuw-Westert in as legde tot een enorme brand in de Notre-Dame in Parijs. In ons eigen dorp waren er op hol geslagen paarden, het noodlottige ongeval van Kees Burger, de koninklijke onderscheiding van Henk Mors en de werkzaamheden aan de spoorwegonderdoorgang bij de Vennewatersweg. Dames en heren, mede namens het gemeentebestuur van Heilo, gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders van Heilo, heet ik allemaal weer van harte welkom hier tijdens onze nieuwjaarsreceptie, tijdens eigenlijk uw receptie hier in de Witte Kerk. Als ik zo enkele dagen voordat ik begin aan mijn toespraak probeer na te denken, dan kom ik toch iedere keer tot ontdekking dat het ja, eigenlijk best wel wat gepuzzel is om een toespraak te schrijven. Het grappige is dat je dan toch ieder jaar weer opnieuw de inspiratie krijgt om wat te schrijven, ondanks dat gepuzzel. Of misschien zelfs dit jaar wel, dankzij het gepuzzel. En dat gepuzzel heeft dat gezien, ik zie Mart al druk bezig om een puzzel te leggen, wil ik u ook niet onthouden. Vandaar dat er op 4 van de staattafels vanavond puzzels zijn neergelegd. Puzzels van foto's van ons mooie Heilo. Foto's onder andere gemaakt door Annemieke Groot. En zij maakt naast vele anderen, zie ik iedere keer op Facebook, echt prachtige mooie foto's van ons dorp. Om te laten zien hoe mooi ons dorp is. Even een aantal van die foto's heb ik een puzzel laten maken. En ik nodig u van harte uit om die puzzels ook met elkaar te maken. En ik verzeker u, samenwerken loont. Ook tussen de verschillende tafels. Want ook samenwerking tussen de tafels is vanavond noodzakelijk. Veel plezier in ieder geval en leuk om samen een resultaat te halen. Beste mensen, er is het afgelopen jaar weer veel gebeurd. Zomaar een kleine greep. Begin januari was er een grote brand bij onze buren in Bergen die de Nieuwe Westert in de as legde. Een locatie waar volgens mij ook heel veel Heilo'ers naartoe gaan. En een paar maanden later was het in Parijs een enorme brand die een schitterend monument, de Notre-Dame, in as legde. In maart was er een aantal paarden dat op hol was geslagen, onder andere Heilo op stel te zetten. En was er, nog ernstiger, een met messen stekende automobilist die niet alleen maar mensen de stuip op het lijf joeg, maar ook daadwerkelijk mensen stak. En gelukkig, wat mij betreft grote complimenten aan de politie, aan de recherche, is hij naar goed speurwerk opgepakt. In diezelfde maand schoot Kokman D.T. 3 mensen dood en verwonden 7 anderen in een tram in Utrecht. En niet veel later was er een schietpartij in Christchurch waar 50 mensen om het leven kwamen. In september zijn er meer dan 800.000 Rohingya op de vlucht naar Bangladesh, naar Myanmar, omdat ze in eigen land niet veilig zijn. En in mei komt Kees Burger om het leven door een noodlottig ongeval met zijn motor. Zijn overlijden maakte een diepe indruk in ons dorp. Onder andere kreeg Henk Mors een koninklijke onderscheiding vanwege zijn grote inzet voor ondernemers in Heilo en daardoor ook voor Heilo. De werkzaamheden aan de spoorweg onder doorgang bij de Vennewatersweg zijn dan ook al in volle gang. Mireille Kaptein van het bedrijf Kaptein Heilo was zakenvrouw van het jaar 2019. Haar advies aan ondernemende vrouwen van Nederland is: laat je niet weerhouden door een plafond, of die nou van glas is of van beton. Maar sta pal voor je ambities en je bedrijf. En door het mooie weer is er weer een record aantal mensen naar het Baafje gekomen. En het Timmerdorp was mede dankzij vele vrijwilligers ook een groot succes. De komende maanden nemen de burgemeester Wendy Verkleij vanuit Geest en burgemeester Hertie Hafkamp van Bergen afscheid. Burgemeester Verkleij wordt eind van deze maand burgemeester Noordwijk. En Hertie Hafkamp, burgemeester van Bergen, gaat in maart met pensioen. Ik kijk terug op een meer dan goede samenwerking met hen beiden. Hun vertrek betekent dat er in ieder geval zowel de nodige veranderingen binnen het bestuur van de boegwerkorganisatie zullen plaatsvinden, als binnen de stuurgroep die zich met de verdere ontwikkeling van de regio Alkmaar bezighoudt. De afgelopen periode is er ook in een groot beroep gedaan op onze hulpdiensten, op de politie, ambulancediensten en de brandweer. U heeft er ook vast veel over in het nieuws vernomen. Net zoals veel burgemeesters in ons land maak ik mij zorgen over de bezetting en de werkdruk bij onze politie. We hebben dat ook kenbaar gemaakt met een brief aan de minister.
Overigens wil ik ook op deze plek mijn hartelijke dank uitspreken voor al het werk wat onze hulpdienst ook het afgelopen jaar met ons hebben gedaan. En daarnaast wil ik ook vragen Steven van der Looy, die daar staat met zijn hand omhoog, onze regionaal commandant brandweer en even de directeur van de veiligheidsregio, hartelijk danken voor zijn inzet en de fijne samenwerking. Steven gaat binnenkort onze regio verlaten en gaat werken voor de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam. Vanwaar hij volgens mij een prachtig mooie brug met onze regio kan slaan en ik wens hem daar veel succes bij. Ook even onze wijkagent Dirk Haarsnoot. Dirk, daar ben je. Bescheiden als altijd achterin. Gaat over 9 werkdagen, vertelde aan mij net, afscheid nemen. Ik wil Dirk ook op deze plek heel graag bedanken voor de hartstikke goede manier waarop hij zijn wijkagentschap heeft ingevuld in Hello. Ik zei, hij gaat met pensioen en ik wens hem nog een hele mooie periode in zijn leven toe. Dames en heren. Ik wens u nogmaals namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders een gezond, gelukkig en voorspoedig 2020. Dank u wel.